Nou, ik zei het, ik hou van pailletten, dus... Ik twijfelde een beetje of ik het jullie zou laten zien al. Hallo, wat gezellig dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. Het is zaterdag vandaag en we zijn even lekker warm aangekleed. Ben jij trouwens, heb je hier nog een lekker shirt onder? Ja. Want het was zo koud vanochtend, Max moest wakken je. Nou, jij vond het meevallen, maar sommige kinderen stonden half huilend in het veld. Die hadden het zo koud. Ja, de keeper. Die stond stil natuurlijk. De huilen. Maar ja, als je stilstaat, gewoon langs de lijn was het ook best wel fris. Maar goed, nu heb ik lekker laagjes aan. Hier nog een dubbele laag onder. En we gaan nu naar de Sint-intocht. Die komt zo binnenvaren. Dus we moeten even gaan opschieten. En dan gaan we daarna door naar Deventer. Want dan hebben we een feestje met de familie. Dan gaan we gezellig bowlen. Nou, we gaan de jas aan doen en dan gaan we. De Sint zit op de volgende boot. Dat is de boot met die de muziek. Daarna, ja, er komt een hele optocht. Die daarna. Ik Nou, we hadden ondanks dat we laat waren toch een goede spot hier, hè? Dit is alleen voor als je niet bang bent in het water te vallen. Ja. Nee, het is alleen voor grote kinderen hier. Nou, ik ben dinsdagjarig, dus we gaan eventjes gebak meenemen. En dan kunnen we mijn verjaardagvak vandaag wel eens een beetje vieren met de familie. Het is maandag vandaag en ik heb net de kinderen naar school gebracht. Het was echt nog steeds heel erg koud. Ja, we hadden een heel leuk weekend. Zaterdag natuurlijk intocht, gebold. Het was echt een drukke dag. En gisteren zijn we dus hier druk in huis bezig geweest. Ik twijfelde een beetje of ik het jullie zou laten zien al. Of dat ik zou wachten tot het af is. Want het was eigenlijk ook een beetje voor mijn verjaardag, die dus deze week is. Wilde ik heel graag hier... een mooie kast. Nou, we hadden een keer een meubelmaker laten komen om te vragen voor een offerte. En het was echt zo ontzettend duur dat we dachten, nou, dat doen we nu maar even niet. Maar toen zag ik op Insta zag ik iemand die dus met IKEA-kasten zelf een vakkenkast op maat ging maken. Nou, en ik stuurde het door naar Joost en die vond het eigenlijk ook wel leuk om het uit te proberen. Dus daar zijn we zondag mee aan de slag gegaan. En ik ga het jullie even laten zien, want het wordt echt ontzettend leuk. Het is dus nog niet af. Maar kijk, hieronder zitten dus kastjes van die IKEA. Ivar heet deze houten kast. En dat is dus twee deurtjes, dus dit zijn eigenlijk drie Ivars op een rijtje. En dan hebben we dus hier bovenop hebben we van MDF hebben we vakken gemaakt. Nou was het allemaal wel een beetje extra complicerend. Want in het voorbeeldje was het gewoon natuurlijk helemaal tot boven. Alleen, ik zie nu een beeld. Lijkt net of het allemaal scheef is, maar dat is niet zo hoor. Alles is recht. Hier waren natuurlijk balken en we zaten met die sierlijst. Dus we dachten van nou dan kunnen we het beste misschien gewoon aan de bovenkant een beetje laten verspringen. Dus het is nu gewoon een beetje speels wordt het. En we gaan dus alles nog schilderen in de kleur van de muur. Hier hebben we dat al wel één laagje gedaan, maar er komt dan nog matte verf overheen. En dit moet helemaal nog gedaan. Maar ja, ik ben nu al zo blij ermee. Het is echt al meteen een heel stuk gezelliger in de kamer, vind ik. Het was gewoon echt zo'n hele kale muur. En ja, dan ga ik het allemaal gezellig natuurlijk decoreren. Leuke dingetjes erin.
Ik heb ook al een beetje nagedacht over dat... Kijk, hier kan dan bijvoorbeeld een grote vaas komen te staan. Daarom heb ik dit vak dan wat hoger. En hier dachten we een lampje. Want het is hier ook altijd wel een beetje donker. Dus ja, al heel veel ideeën. En Joost heeft weer helemaal de smaak te pakken. Dus die heeft nu ook zoiets van... Ik ga hier ook zelf iets proberen te maken. Daar hebben we ook al doek besteld voor de speakers. Dat die dan ook kunnen worden weggewerkt. Dus het gaat allemaal helemaal leuk worden. Het is maandagmiddag. En een Nederlands elftal gaat zo voetballen. Max is hier heel druk met de versiering. Want Joost had dus een pakketje besteld. En daarin zaten maar liefst 10 vlaglijnen van 10 meter. Dus ik weet niet wat hier allemaal gaat gebeuren. Oh, ga je hem daar aan doen? Ja. Ik had zelf wel zoiets van wat oranje snacks erbij. Dat vind ik dan nog wel gezellig. Max, ken jij het Wilhelmus? Nee. Leerden jullie het niet op school? Nee. Ik dacht dat op iedere school weer het Wilhelmus moest worden onderwezen. Nee, maar dit moet je natuurlijk weten. Er zijn ook altijd heel veel voetballers die het ook niet kennen, maar het lijkt nu wel... Noppert. Ze lijken wel. Als je bij mensen staat die het ook zingen, dan lukt het altijd wel. Ja, dan kun je wel een beetje inhaken. Ja, dan... Het is nu wel extra leuk dat wij ook oranje katjes hebben. Good morning, het is dinsdag vandaag en ik ben jarig! Ze hebben me vanochtend al toegezongen en ik kreeg allemaal al lieve berichtjes. Dus ik voel me al wel een klein beetje jarig. Maar goed, er moet vandaag ook gewoon gewerkt worden. De kinderen zijn ook naar school en Joost is ook gewoon naar werk. Dus ik ga zo ook een Action Shoplog opnemen. En ik kom vanmiddag even mijn moeder voor een taartje. En vanavond gaan we wel even gezellig borrel doen. Maar verder doen we dan gewoon de rest van het feest zaterdag. Dan gaan we nog gezellig uit eten met z'n allen. En ook eventjes nog met vriendinnen naar de stad. Dus daar heb ik wel heel erg veel zin in. Dus het is meer een verjaardagsweek. Maar ja, vandaag dus ook gewoon eventjes aan het werk. En ik neem jullie zo dus gezellig mee naar de Action. Daar even kijken. Ik ben nog even op zoek naar wat cadeaus. Dus ik hoop dat ik daar nog wat leuke dingen kan vinden. En ja, let's go! Daar zijn we dan. De Action. De vaste Action aan het doen. De panties van Kate Spade krijg ik dus best wel vaak van jullie getipt. En ze hebben nu wel een hele leuke, ook met stipjes voor... €2,99. Wel heel erg leuk voor de feestdagen ook. Max is er weer. Met je vriendje. En daar is Granny. En die had hele mooie bloemen bij zich. Staan ze goed? Ja. Ze komen straks hier in de kast, hè? Ja. In dit vakje. Ja, kan ik nog wel precies onder. Hier. Ik denk het wel, toch? Ja. Alleen het is wel een hele zware vaas, maar op zich... Kan het? Ja, dat kan ja, zeker. Met dank aan de proef. Ja, je moet misschien even daar gaan staan, ja. Want dan pikt hij het beter op. De kleur, hè? Even goed kijken. Ja. Ja. Op weg naar grijs. Oké, ja, het lijkt nu eigenlijk helemaal niet zo, maar dat komt omdat de lamp hier aan staat. Lijkt meer een beetje goudachtig, maar het is dus een heel stuk lichter eigenlijk. Ja, ja, ja. Je moet even naar het raam gaan, okay. Want we kunnen het zo niet zo goed showen. Mm-hmm. Ja, kijk, dit is beter. Kijk, het is heel licht. Maar heel mooi. Ja, ik vond het een beetje beige blond eigenlijk. Hmm. Ik vind het voor goud. Zilvergrijs. Zilvergrijs? Nou, dat is het streven. Ja, oké. Okay, kijk, ja. Dat is inderdaad het streven. Oh, kijk dit. Ja, check dat, dit. Dat hoort nog wat met de kerstboom. Ja, dat wordt zeker wat. Meestal heb ik natuurlijk tips voor jullie, maar nu heb ik even een afrader. Namelijk deze hardlooplegging. Die had ik meegenomen bij de Action. Hij is van Australian. En hij was ook maar €6,95. Dus ik dacht even echt een vet goede koop te hebben gedaan. Ik vond dit ook leuke details. Maar nu doe ik hem aan en blijkt het zakt nu allemaal af. Kan je nagaan als je dan gaat hardlopen wat er dan gebeurt.
En ik vind de stof ook gewoon niet fijn. Het is niet echt lekker stretchy. Het kriebelt een beetje. Je voelt al die naden. Dus ik hoop dat ik hem nog terug kan brengen. Want het was de laatste. En alle kaartjes en zo waren er al af. Maar goed, toch kijken of ze hem misschien nog terug willen nemen. Dus dat was jammer. Verder ben ik eventjes feestjokjes aan het passen. Of althans, dat ga ik zo doen. Ik had een heel leuk pakketje van Cuts Cousteau gekregen. Nog een paar party items uitzoeken. En er zijn heel veel pailletten en zo dit jaar. Vind ik wel echt altijd heel tof. Dit is een beetje een wat ruimer vallend jurkje. En dit is dan getailleerd. Dit is echt ook leuk voor oud en nieuw, hè? Ik ga nu zo even aandoen en dan show ik het ook wel eventjes aan jullie. Dit is ook echt zo'n lekker comfy broekje. Kijk, leuk ook met de splitjes. Dit is het jurkje met de gekleurde pailletjes. Kijk nou hoe prachtig. En ik vind dus heel lekker zo'n loose fit. Kun je echt heerlijk in dansen, in bewegen, in eten. Alles. Leuk oud en nieuw jurkje ook. En je kan hem zelfs ook nog wel gewoon met een stoere boot. En als je er een dikke panty of zo bij doet. Dan is deze eigenlijk gewoon wel heel draagbaar. Gewoon voor de hele decembermaand. Gewoon ook omdat hij zo lekker zit. Helemaal leuk. Nou, ik zei het. Ik hou van pailletten. Dus ook dit jurkje heeft ook pailletten. Met een V-hals. Dus hier kan een mooie ketting nog bij. Ik vond het wel leuk dat deze zo'n wat wijdere mouw heeft. En hij is dan getailleerd. Dit model staat denk ik iedereen ook wel heel goed. Hij is wel wat korter. Maar gewoon nog wel precies goed vind ik. Er natuurlijk een panty bij. Nou, ook helemaal leuk. Zit ook super lekker. En het laatste setje, dat is dus een velvet broek. Hij heeft splitjes aan de onderkant met een zilveren blouse. Ook met een ballonmouw. En ik heb er een riem om gedaan. Dat hoeft natuurlijk niet. Je kan hem er ook in doen. Maar ik vond dit wel leuker zo. Ook omdat die broek, dat is eigenlijk een soort legging. Die heeft geen zakken op de achterkant. En dan vind ik het eigenlijk altijd wel mooier als er iets langers over zit. Maar je kan het natuurlijk ook combineren met een blazer of zo. Maar ik vind het ook echt een hele leuke, draagbare outfit zo. Gewoon voor de decembermaand. Je kan ook wel gewoon naar wat nettere gelegenheden. Helemaal leuk ook. Nou, ik ben weer goed voorzien voor de parties deze maand. Een hele goede morgen. Het is donderdag. Ik ben even koffie aan het zetten. Gelukkig, want gisteren had het apparaat het dus begeven. En echt totale paniek natuurlijk, want zonder koffie functioneren wij hier niet. Nee, het is natuurlijk echt super waardeloos als zo'n apparaat kapot gaat. Maar we hebben hem helemaal uit elkaar gehaald. Helemaal schoongemaakt. En echt gelukkig deed hij het dus weer. Dus dat scheelt weer. Ik ga even naar de kamer. Wat ik jullie nog even wilde laten zien is dat Joost echt super druk is geweest met de kast gisteravond nog. Hij heeft echt nog tot 1 uur vannacht staan schilderen. En je ziet nu echt al een beetje hoe het eruit komt te zien. We zijn er echt mega blij mee. Het is helemaal zo geworden als we gehoopt hadden. En ik kan echt niet wachten om allemaal leuke dingen te kopen om erin te zetten. Allemaal leuke keramiek en ja, lekkere geurkaarsjes. En hier kunnen mooie geurstokjes in. Ja, zo leuk. En nu begint het echt wel een heel stuk gezelliger te worden hierdoor in de kamer. Ik ben alleen nu nog even aan het nadenken over wat hier dan moet komen. Ja, wel een ander dressoir, iets grotere denk ik. Maar ik twijfel een beetje over de kleur. Want we hebben natuurlijk nu alles heel neutraal. En ik dacht misschien is het dan wel leuk om het dressoir in kleur te doen. Bijvoorbeeld groen, dat het dan ook weer een beetje past bij de keuken. Ik ben ook wel benieuwd of jullie een idee hebben. Dan kan je natuurlijk ook zeggen van ik hou het gewoon ook rustig. En dan worden de accessoires gewoon de kleur of nog misschien nog een kleed. Maar je wil nog steeds geen kleed. Oh, dat mag niet! Dus daar ben ik nog een beetje over aan het nadenken. Nou, verder is het echt super druk op het moment met allemaal campagnes en zo die ik doe. En dat is gewoon altijd in november en december. Dat zijn gewoon de drukste maanden van het jaar. Dus ik ga zo snel weer door en ik ga deze video nu afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En volgende week ben ik weer met een nieuwe vlog. Tada! Doeg!